Goedemorgen, ik ben terug op mijn thuisveld en dit keer met wat nieuw speelgoed, de X35 schijf. Vaak gezocht hier, ze zeggen dat deze wat dieper gaat, dus benieuwd wat we gaan vinden. Zie je terug bij de eerste vondst. Nou, de eerste vondst, zegelloodje, helemaal compleet, niet zo heel oud, maar benieuwd wat de rest van de dag gaat brengen. Nou, ik zoek inmiddels in de boost mode, en daar kom je toch wel een stukje dieper mee. Mooi diep gat, plekje waar ik echt al regelmatig heb gelopen en een hartstikke mooie musketkogel, dus ik ben benieuwd of ook nog een muntje van mooie diepte gaan pakken. Op naar de volgende. Nou, hij gaat hartstikke lekker, want ik pak hier toch weer, vind ik een van de leukere muntjes. 2,5 leeuwencent. Niet belachelijk diep, maar toch op een stuk waar ik best wel vaak geweest ben en ook andere mensen. Even kijken voor een jaartal. Ik denk 1890, maar als we die gaan oppoetsen, wordt dit nog een hartstikke leuke munt. Dus wat ik zei, niet belachelijk diep, maar toch een mooi signaaltje in die boost modus. Dus ik ben benieuwd naar de wat kleinere munten, hoe we die gaan pakken. Een beetje ver ingezoomd, maar de zilverreiger loopt er weer. Hopen dat het dan ook weer zilver op gaat leveren. Nou, ik ben dik en dik tevreden. Leeuwenzentje. Zo, andere kant. Ook weer niet heel mega diep, maar echt op een plek waar ik al vaak gelopen heb. Blijf toch muntjes vinden, dus op naar het zilver. En weer een muntje. Dubbel gevouwen. Gaf niet het meest mooie VDI, maar ik heb al in de gaten, dat hoeft niet altijd leidend te zijn. Lijkt me een duitje, maar ik ken hem niet. En hier onderin zie ik 16 staan, dus eentje uit 1600. En ik vind normaal alleen maar duiten uit 1700, dus ben benieuwd wat dit is. Thuis schoonmaken, wat onderzoek doen en hopelijk vinden we het antwoord. Duitje, stad Utrecht. Zo, even kijken. En weer een leeuwencentje erbij. Deze lag aan de oppervlakte. Nou, een Duits muntje. En denk een Heller uit, denk 1826. Hij is redelijk versleten aan de randen, maar er zit nog wel veel relief op. Dus als we die schoon gaan maken, wordt hij nog wel beter leesbaar. Op naar de volgende. En de volgende leeuwencent. Gaat hartstikke lekker. Dik tevreden over de X35 zover. En weer 1 cent leeuwencent. Deze kant ziet er super strak uit. De andere kant ietsjes minder. Even kijken of we nog een jaartal kunnen vinden thuis. Op naar de volgende. Nou, daar is dan waarschijnlijk het eerste zilveren met de X35. VDI was laag, valt me al vaker op, maar signaal was super strak, zilver aan de randjes. Ik denk weer een zilveren groosje. Ik ga hem even oppoetsen voor het jaartal, op het moment. Nou, even een beetje gepoetst, ik denk 1853 in zilveren groosje, maar wat wel leuk is. Even draaien. Andere kant. Een schildje met kroon en leeuwtje. En tot nu toe had ik alleen maar zilveren groosje met afbeeldingen van de koning van Pruisen of Hannover erop. Dus, deze met een wapenschild, die ken ik nog niet. Ik ga hem thuis beter schoonmaken en dan zie je hem weer terug. Zilver, hartstikke mooi.
En de volgende vondst. Leuk handgreepje. Kwam van aardig diep. Yes, en weer eentje. 2,5 leeuwencent. Even draaien. Zo vind je ze nooit. En zo vind je de twee. Op naar de volgende. En een duitje Zeelandia. Ergens uit 1700. Kan het jaar dan nog niet lezen. 1 cent. 1956. Ziet er nog redelijk uit. En weer een duitje. Overijssel 17. Zoveel en 50. Even de andere kant bekijken. Ziet er nog goed uit. Op naar de volgende. En weer een duitje Overijssel. Denk 1764 of 65. Nou, volgende. Een heilig hangertje. Ik denk niet van zilver. Wel een hoge VDI. Hij is aardig vies. Ik ga hem thuis even schoonmaken en dan zie je hem straks terug. En weer een muntje. Schildje erop. Weet niet op mijn hoofd wat dit zo is. Andere kant redelijk versleten. Moeten we thuis beter schoonmaken. En een duitje Overijssel, ergens uit 1700. En deze kwam van redelijk diep. Dus gaat lekker met de X35. Nou, weer wat nieuws. 1940. Duitse adelaar met hakenkruis eronder. Lag ook gewoon aan de oppervlakte. Zou wel een 50 pfennig zijn. Ga hem beter schoonmaken en dan zie je hem terug. Ik dacht even zilver, maar helaas niet. Hij is van nikkel, 25 cent, 1948. Zo, even draaien. Koningin Wilhelmina. Hij ziet er nog wel super strak uit. Mooie munt.